Hey Peter, met Giel spreek je. Goedemorgen. Hey Giel. Had je dit verwacht? Wat had ik verwacht? Nou ja, dat Joran aangifte tegen jou doet. Daar weet je van, Peter, of vertel ik iets nieuws? Nou, dat weet ik wel. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Als ik Joran was, zou ik me eerst wat bekommeren om de aangifte die tegen hemzelf liggen. Ja. Dat zijn aangiftes van moord en afpersing. Dus daar zou ik me als ik hem was mee bezighouden. Maar goed, hij moet dat zelf weten. Ja, natuurlijk. Nou ja, hij heeft ook niks beters te doen. En maar daarom vraag ik terecht, had je het verwacht? Want ja, je weet wel dat het zo'n Wekko is en natuurlijk ook advocaat in zijn omgeving. Oh joh, maar ik lig daar totaal niet wakker van. Hij en zijn advocaat moeten maar lekker doen waar ze zin in hebben. Dat maakt mij niet uit. En vervolgens zal toch in de toekomst blijken dat ze helemaal geen zaak hebben. En dan moeten ze het weer terugdraaien en dan staan ze weer in hun hemd. Dus ja. Dat wacht ik rustig af voor. Maar je bent niet bang voor het feit, want dat zou natuurlijk kunnen, dat dit voor hem bij wijze van spreken nog een strafvermindering zou opleveren. Dat het echt die kant op gaat. Nee hoor, daar ben ik helemaal niet bang voor. Alles is gewoon volgens de regels verlopen. Er is helemaal niets onreglementairs gebeurd. We hebben ons keurig aan de afspraken gehouden die erover zijn gemaakt. En kijk, Joran is gewoon iemand, en zijn advocaat ook, die bij het minste en geringste begint te schreeuwen dat hem groot onrecht wordt aangedaan. Maar hij staat helemaal niet stil bij wat hij zelf doet. Het is natuurlijk uitermate gênant dat een man die zelf geprobeerd heeft om Beth Holloway voor $250.000 af te persen. Ja. Hè, zogenaamd om te vertellen waar die dan Natalie had achtergelaten. Dat die nu hier een probleem van maakt. Ja. En hoe voel jij je ten opzichte van die gevangenisdirecteur? Want die schijnt ook wel de sjaak te zijn. Nou, die is, naar ik begrepen heb, op non-actief gesteld. En ik twijfelde niet aan of heel binnenkort zal blijken dat die man gewoon correct gehandeld heeft en met medeweten van zijn superieuren, dat zal allemaal boven water komen en dan zal hij ongetwijfeld gewoon weer zijn werk mogen doen, lijkt mij. Maar heb je contact met hem? Want jij hebt hem blijkbaar wel betaald, of is dat helemaal niet zo? Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daarbij? Nou ja, omdat je ervan beschuldigd wordt en ik het op zich redelijk vind. Omdat ik ervan beschuldigd word, is het dus zo. Nee, dat zeg ik toch niet, Peter. Wat is dit voor redenering? Nee, ja, je zegt wel, je hebt hem blijkbaar betaald. Nou ja, dat lijkt me redelijk. Waarom zou hij anders meewerken? Ja, nou, als dat jouw redeneertrand is, Giel, dan lust ik nog wel wat. Nou ja, maar hij zet zijn baan op het spel. Waarom zet hij zijn baan op het spel? Die man heeft gewoon gedaan wat zijn superieuren hem verteld hebben te doen. En het is echt niet zo, ook in Nederland niet, dat ambtenaren, functionarissen, dat alleen maar doen als er ergens voor betaald wordt, hoor. Ik weet niet hoe dat bij jullie radiostation werkt, maar niet. Kijk, ze zeggen het ook niet voor niks. Daarnaast, er is er niks mis mee. Waarom zeggen ze dat niet voor niets? Nou, geef mij dat nou eens aan. Omdat ik het heel redelijk vind dat als je van iemand iets vraagt, zeker, dat je me dan voor betaalt. Nou, zo werkt dat dus echt niet, Giel. Als dat jouw beeld is van de samenleving, dat er altijd betaald moet worden als je iemand iets vraagt, ook al is het een functionaris, dan leven we in een gek land. Nee, maar neem nou gewoon eventjes, hoe heet die Wekko met zijn snee in zijn wang, die in die auto zat. Joh, als je niet eens weet over wie je het hebt, ga dan geen vragen stellen. Je weet wie ik bedoel. Zorg dat je eerst eens weet waar je het over hebt. Nee, dat is flauw, Peter. Je zit gewoon raar te kletsen. Nee, helemaal niet. Die heb je toch ook betaald? Ja, maar is dat een functionaris? Nee, oké. Okay. Is dat een ambtenaar? Dat was gewoon iemand die wij voor zijn werkzaamheden. Die man dat was gewoon een particulier. Ja. Die bij ons even in dienst is geweest. Ja. Nee, oké. Okay. Maar ik bedoel, dan is het toch ook niet gek als je hem betaald hebt? Dat is toch heel wat anders, man, dan een functionaris omkopen. Je weet gewoon niet waar je het over hebt. Omkopen, het woord omkopen heb ik niet in de mond genomen. Nee. Als je het over hebt van je hebt hem betaald. Ja. En we hebben het over een aangifte wegens omkoping. Want daar belde je me over. Dan moet je niet gek staan te kijken dat ik dat zo zie. Het is mij duidelijk. Giel, weet je wat je doet? Nou. Ik heb haast en jij weet niet waar je het over hebt. Dus ik hou. Nou, dat valt mee. Daarom bel ik je graag. Maar krijgen we nog een nieuw deel? Peter? Hè? Ja. Ja. Hij hangt nog. Hij zegt dat je eieren hem opgekocht hebt. Hoe komt hij aan niet van mij? Ja, hij zit gewoon te kletsen. Ja, maar Peter, je hebt hem toch betaald. Dat is hoe kom je daar naar mij? Ik heb betaald. Hè? Anders komt hij. Ik hou het naast bij Wil naar Dora vragen. Zij dat niet?
Spannend dit. Verborgen microfoon. Peter R. de Vries. Nou, ik kan hier echt drie zondagavonden mee vullen gewoon hoor, denk ik, met deze opnames. God. Dit is spannend, want welke vrouw was het die we hoorden, weet je wel? Welke van de 800? Oh, fuck. Hij heeft opgehangen.